Peuken en nog eens peuken. Rondom bankjes in Nijmeegse parken liggen vaak opgerookte sigaretten. Al haar hele leven ruimt Marlon afval op in parken. Dit doet ze samen met anderen en vooral tijdens het uitlaten van de hond. Dat mensen eerst daar lekker gaan zitten en willen genieten van het mooie weer en het park wat geboden wordt. En vervolgens denken, ja, iemand anders ruimt het wel op. Vind ik echt, heb ik geen woorden voor. Ja, heel recent is het nog gebeurd. Ik heb afgelopen weekend nog twee jongetjes aangesproken bij een winkel. Die plaatjes openscheurden en de verpakking op de grond gooiden. Nou, gewoon wat van gezegd. Jongens, daar staat de prullenbak. En ze rapen het gewoon op en ze gooien het weg. Dus het werkt als je mensen gewoon bewust van maakt. Marlon ziet vooral het aantal peuken de laatste jaren toenemen. Ik vind het bizar dat tegenwoordig roken is zo duur. Je moet echt gewoon een flink inkomen hebben om nog te kunnen roken, lijkt het wel. En dan toch niet het besef hebben van jongens, laten we het even weggooien. Het wordt steeds duurder en desalniettemin komen er steeds meer peuken op de grond. De gemeente Nijmegen erkent het probleem en zegt dat er ook regelmatig wordt opgeruimd. Maar geeft ook aan dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben. En dat het gedrag van mensen heel moeilijk te veranderen is. Marlon denkt ook een oplossing te hebben. Ja, het lijkt me leuk als er bijvoorbeeld wat tweedehands asbakken of zo op standaardjes neergezet zouden worden. Want kennelijk, het is heel raar, maar kennelijk is het lopen naar een prullenbak van 2 meter verder te veel moeite. Dus als er heel ludiek hier en daar wat asbakjes zouden staan, wie weet werkt het.